beste geslaagde, beste Montessorianen. Via deze weg spreek ik nogmaals mijn waardering en bewondering uit voor de wijze waarop jullie je staan hebben weten te houden in het examenjaar dat een wel zeer onverwachte wending kreeg. Ik heb gezien dat jullie op koers bleven, terwijl de hele samenleving verkramd was door angst en onzekerheid. Juist jullie lieten zien dat je naast kennis en vaardigheden ook beschikt over competenties waar de samenleving naar snakt. Jullie zetten door, waren stressbestendig. Jullie toonden je flexibel, creatief en probleemoplossend. Hielden jullie goede humeur vast. Werkten constructief samen met jullie docenten. Accepteerden en incasseerden een aantal teleurstellingen. Jullie eindexamenkandidaten 2020 zouden eigenlijk een aantekening op jullie diploma moeten krijgen. Cum laude in persoonlijk leiderschap. Jullie worden in de komende jaren vast gevolgd. Jullie schreven geschiedenis. Ik verheug mij nu al op de uitkomsten daarvan. Ik wil graag benadrukken dat dit diploma 2020 een zeer waardevol diploma is. Ik feliciteer jullie met dit geweldige resultaat en wens jullie veel succes in jullie verdere studie. Opzij, opzij, opzij. Geslaagd, geslaagd, geslaagd. We hebben nu toch wel een beetje haast. Opzij, opzij, opzij. We komen naar je toe. En hebben dan een paar minuten tijd. Vandaag of morgen wordt er bij jou aangebeld en krijg je jouw diploma. Op anderhalf meter om bij jouw topprestatie stil te staan. Sorry, Jan, dat ben je voor het leven. Je kunt zelfstandig de hele wereld aan. Je was heel lang bij ons hier en gaat ons nu verlaten. We laten je met veel vertrouwen gaan. Vandaag of morgen wordt er bij jou aangebeld en krijg je jouw diploma. Op anderhalf meter om bij jouw topprestatie stil te staan. Beste geslaagd. Van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma. Het jaar waarin corona nieuws van de dag, van de week en van de maand werd. Het jaar waarin de eindexamens plots uit de agenda's verdwenen. Maar het was zeker niet het jaar waarin jullie het rustig aan konden doen. Integendeel, er is door jullie heel hard gewerkt en dat heeft geresulteerd in een prachtig resultaat. Ik ben enorm trots op de door jullie geleverde prestaties. Er werd daarbij ook onverwachts, nog meer dan normaal, een beroep gedaan op jullie zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Jullie hebben ook dit examen met goed gevolg afgelegd. Niet een normale diploma-uitreiking dit jaar, maar een RML komt naar je toe deze zomer versie. De vakantie is voor jullie al enige tijd geleden begonnen. En na de zomer wacht jullie de volgende fase, een nieuwe uitdaging. En misschien wel een hele nieuwe, spannende toekomst. Ik wens jullie daarin veel energie, succes en vooral heel veel plezier. Beste eindexamenkandidaten, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Een bewogen jaar. Ondanks alle corona-ellende hebben jullie er doorheen gevochten en gaan jullie de wijde wereld in met een mooi diploma. Helaas dit jaar geen normale diploma-uitreiking, maar daarvoor in de plaats wel een hele mooie persoonlijke viering. Wij komen graag bij de mensen thuis. Heel veel succes met je vervolgopleiding. Misschien uit het oog, maar niet uit het hart. Wij zijn HAVO. Gefeliciteerd. Opzij, opzij, opzij. Geslaagd, geslaagd, geslaagd. We hebben nu toch wel een beetje haast. Opzij, opzij, opzij. We komen naar je toe. En hebben dan een paar minuten tijd. Vandaag of morgen wordt er bij jou aangebeld. En krijg je jouw diploma. Op anderhalf meter. Om bij jouw topprestatie stil te staan. Een Montessoriaan. Dan ben je voor het leven. Je kunt zelfstandig de hele wereld aan.
Je was heel lang bij ons hier en gaat ons nu verlaten. We laten je met veel vertrouwen gaan. Maar we mogen maar te bij jou aangemeld, dan krijg je jouw diploma. Op andere handen.